Hallo allemaal, lezen voor de lijst. Connie Palmen, De Vriendschap uit 1995. In dit boek is er een driedeling aangebracht wat de bouw betreft. Drie delen van ongeveer gelijke lengte, namelijk dingen en woorden, eten en drinken, werk en liefde. Vooral het eerste hoofdstuk, dingen en woorden, deed me even denken aan Sartre, les mots et les choses. Ze is een filosofe, Connie Palmen, en dat merken we in het boek ook heel duidelijk. En die titels van die hoofdstukken zijn makkelijk uit te leggen als je kijkt naar wat er in die hoofdstukken beschreven wordt. Je vindt een goede samenvatting op scholieren.com. Het boek is te lezen als een boek over één specifieke vriendschap. Dus de vriendschap gaat over de vriendschap tussen Kit en Ara. En niet over de vriendschap in het algemeen, hoewel er wel algemeenheden uit af te leiden zijn. Je kunt het lezen als een boek over tegenstellingen. Je kunt het lezen als een boek over voortschrijdend inzicht over die vriendschap. Je kunt het lezen als een pleidooi voor het denken, als activiteit, denkactiviteit. Let er even op dat Kit en Barbara allebei zogenaamde speaking names zijn. Dus namen die een verdere betekenis, symbolische betekenis dragen. Kit is degene die zich heel heftig aan iemand kan hechten. Nou, dat is wat Kit doet, hè. Daar hecht je bijvoorbeeld een spiegelruit mee af, plakspul. En Barbara, denk aan barbaren, dat waren de vreemde volken voor de Romeinen, dus betekent zoiets als vreemd, vreemdeling. En dat is Ara, Barbara dan ook. In het boek heet ze voortdurend Ara, de afkorting van Barbara. Kit en Ara samen vormen een vriendschap. Ara is 3 jaar ouder en vanaf de lagere school zijn ze met elkaar bevriend, doordat Ara wat is blijven zitten en in dezelfde klas terechtkomt op een gegeven moment als Kit. Die vriendschap die houdt stand, ondanks de ups en downs, in die vriendschap tot na hun 30ste en ook daarna nemen we aan dat die vriendschap nog verder gaat. In ieder geval biedt Kit in een laatste brief, het moeilijkste deel van het boek en het ook minst geslaagde deel volgens mij, met een heel diepe filosofische inhoud, biedt haar vriendschap nog steeds aan en ze wil nog steeds vriendin met Ara zijn, hoewel ze wel de waarheid over die vriendschap te berde brengt. Kit is als jong meisje van 10 jaar ongeveer op slag gewonnen voor Ara als ze haar op de lagere school tegen een muurtje ziet staan leunen. En Ara is vreemd en anders en het is haar gezicht en haar blik die Kit fascineren. En Kit probeert met haar in contact te komen en dat lukt ook via een tekening die ze maakt, waarin ze ook hartjes verwerkt. En het initiatief ligt dus helemaal bij Kit voor die vriendschap. En dat blijft eigenlijk gedurende die hele vriendschap zo. Als ze bij elkaar in de klas komen, omdat Ara blijft zitten, gaat Kit de eerste schooldag naast Ara zitten en geeft ze haar dus die tekening. Zo gaat de vriendschap van start. Ara heeft moeite met taal en met lezen en Kit die helpt haar. Ara voelt zich dom, maar dat is ze bepaald niet. Het zal uit de rest van het verhaal ook wel blijken. Ara wordt Kits hartsvriendin, maar vanaf het begin af aan is ze ook kritisch tegenover Ara en zijn ze kritisch tegenover elkaar. Dus het is geen vriendschap van hoofdknikken en ja zeggen, maar ook wel degelijk van kritiek op elkaar. Dat Ara haar blik inzet om
mensen en jongens aan zich te binden, dat vindt Kit zo nu en dan echt irritant. Hoewel ze zelf ook door die blik gebonden is en door het gezicht, het prachtige gezicht van Ara. Dat vindt ze dus niet altijd even leuk, die blik. Ook later, als Kit na de middelbare school psychologie gaat studeren en filosofie, dan blijft de vriendschap bestaan en in een laatste hoofdstuk een essayistische brief, een soort essay, een soort opstel, wat ik het minst geslaagde deel van het boek vind, zegt Kit, als, ik citeer, als je mij niet verlaat, zal ik jou niet verlaten, maar ik zal nooit meer toelaten dat je zoveel macht over mij hebt. Dus daarin wordt al de problematiek van de vriendschap eigenlijk neergelegd. Ze vindt dat ze door Ara eigenlijk hele lange tijd min of meer betoverd is, in de ban is gebleven van haar macht. En dat deed ze op een bepaalde manier door de double bind, waar we het nog over zullen hebben, door het aantrekken en afstoten tegelijkertijd. En dat is volgens mij de kern van de roman. Dat aantrekken en afstoten en het probleem dat het oplevert om onafhankelijk te zijn in je vriendschap. De Vriendschap is een boek over tegenstellingen, over afhankelijkheid en onafhankelijkheid, over de contrasten tussen Kit en Ara, over macht en onmacht, over lichaam en geest en over kennis en onwetendheid. En vooral ook over de double bind. En de double bind is dat je een dubbele boodschap uitzendt van aantrekken en afstoten. En er is geen steviger plakmiddel om iemand aan je te binden die je aardig vindt, dan door haar aan te trekken en tegelijkertijd af te stoten, te vertrouwen en tegelijkertijd te wantrouwen. Het is tenslotte ook een boek over verslaving en over vrij zijn. De ideeën over verslaving vind ik het minst geslaagd. Die zijn ook volgens mij niet helemaal afgerond. Er wordt geprobeerd om er een verbinding te leggen tussen verslaving en vriendschap, maar dat is volgens mij mislukt, behalve dan dat het een gegeven is dat Kit verslaafd is aan Ara. We gaan eerst nu even de verschillen tussen Kit en Ara noemen, de contrasten. Ik neem er een aantal uit, want het hele boek bestaat eruit, die verschillen. Kit hecht zich snel, maar Ara is onafhankelijker. Is minder afhankelijk van iemand anders. Kit is snel afhankelijk van iemand anders, van de liefde en genegenheid van iemand anders. Kit is klein, Ara heeft een fors groot lichaam. Die is groot en een beetje dik. Kit is een prater, maar Ara is zwijgzaam. Kit heeft macht over de taal, maar Ara heeft juist macht over andere mensen met haar blik. En ze is dus niet zo goed in taal. Ze is woordblind of dyslectisch, zouden we tegenwoordig zeggen. En ze kan vaak niet op het goede woord komen. En dat is weer wat Ara in Kit boeit, dat hij altijd het juiste woord kan vinden. Ara is goed met aanraking en Kit minder. Ze vindt het zelfs niet leuk op een gegeven moment als ze een vriendje heeft dat vriendje haar aanraakt. Maar als Ara haar zachtjes haar voorhoofd streelt of haar zachtjes masseert, dan wordt ze heel erg rustig en niemand anders kan dat bij haar bereiken dan Ara. Kit is verslaafd aan Ara en Ara is verslaafd aan eten. Vandaar dat er in het boek ook gesproken wordt over verslaving. Kit heeft één hele vreemde eigenschap en dat is omdat ze zich op een gegeven moment wil laten steriliseren. Want ze is zo bang voor die onderlinge verhoudingen geworden, voor de onafhankelijkheid die je moet opgeven als je je aan iemand hecht, dat ze liever ook maar geen kinderen heeft. Ara heeft
geen enkel complex over voortplanting, hoewel het er in het boek niet van komt. Ara is introvert, hè, naar binnen gericht, en Kit is extravert, naar buiten gericht. Kit wil altijd maar weer met haar verstand doorboren en doorzien en begrijpen. En Ara gebruikt de blik voor haar macht en is tevreden met de situatie zoals die is. En hoeft niet zo nodig alles met woorden en taal te doorzien. Ze heeft wat dat betreft niet zoveel met kennis en begrip als Kit. Kit heeft moeite met jongens, Ara minder. Ze kiezen beiden trouwens iemand die op de een of andere manier verwant aan hen is als partner. Bing, die wordt door Ara gekozen en die heeft net als zij een taalprobleem. Dus dat is dan voor haar herkenbaar en veilig en een situatie waar ze zichzelf kan zijn. Daar stel ik me voor, staat niet in het boek, maar die heeft een taalprobleem en lijkt dus op haar. Thomas lijkt op Ara. Ara heeft iemand gekozen met wie ze dan uiteindelijk toch een tijdje samenwoont. Later gaan ze toch uit elkaar. En als Ara doorkrijgt hoe precies die verhouding tot Kit in elkaar zit. Andersom, als Kit doorheeft hoe de relatie met Ara in elkaar zit, gaat ze bij Thomas weg. Ara heeft macht over Kit en Kit is machteloos. Kit heeft moeite met emotionele afhankelijkheid. En daar heeft Ara geen last van, want ze is onafhankelijk. Ze laat Kit naar zich toe komen. Ze weet, ze komt toch wel. En daar hoef ik helemaal niks voor te doen. Ze gaat ook bijvoorbeeld een paar keer niet naar de verjaardag van Kit. Ze hoeft niet zo nodig. Hoewel ze die wel liefde voor Kit voelt en ook wel vriendschap. Maar ze is niet een vrager. Kit is degene die vraagt. En Ara is degene die dan ook het minste initiatief neemt in die vriendschap. Over afhankelijkheid en onafhankelijkheid. Aan het eind van de roman maakt Kit in een brief aan Ara de balans op over hun vriendschap. En dan gaat het om onafhankelijkheid en afhankelijkheid. Ze heeft na lange tijd vriendin geweest te zijn, zo'n 20 jaar, eindelijk voor zichzelf op een rijtje gezet wat er nu precies mis is in de relatie tussen Ara en haar. En eigenlijk is ze heel erg boos op Ara. En puntsgewijs komt dat op het volgende neer. En ik volg hier gewoon het slothoofdstuk. Dus dan daar staat het gewoon, kun je zelf ook nalezen. Ara had de strategie en de kennis om Kit te drillen. En gewantrouwd, weerbarstig. Gewantrouwd, weerbarstig beest kun je precies krijgen waar je het hebben wilt. En Ara heeft Kit dus gewantrouwd terwijl ze toch tegelijkertijd de boodschap uitzond: ik hou van je, je bent belangrijk voor me. En dan krijg je iemand waar je hem hebben wil, namelijk aan je voeten. En dat is die double bind. Wantrouwen en liefde tegelijkertijd uitstralen. Dat wordt ook gewoon in het begin van het verhaal twee keer gezegd. Ik vertrouw je niet, zegt Ara, terwijl Kit dan al lang heel erg haar best heeft gedaan om haar genegenheid en liefde voor Ara onder woorden te brengen en in praktijk. Ara zegt dus dat ze, 2.2 is dat, dat ze van Kit houdt, maar tegelijkertijd vertrouwt ze Kit niet. Maar ze is haar wel voortdurend aan het testen door haar te tarten en te prikkelen met wantrouwen. En ja, wantrouwen en liefde zijn een dubbele boodschap, maar die zijn een heel erg sterk hechtmiddel.
Maar dat is eigenlijk oneerlijk natuurlijk, want je ontneemt iemands emotionele onafhankelijkheid. Je maakt hem afhankelijk van je. Vandaar dat Ara nooit het initiatief hoefde te nemen, want ze wist, als ik een beetje terughoudend ben, komt zij wel vanzelf bij me. Ara voelt zich, derde punt, Ara voelt zich superieur. Ze heeft Kit door als niemand anders en daar maakt ze misbruik van. Daarom is ze de liefde ook superieur van Ara. Ondanks Kits grilligheid houdt ze altijd meer van haar dan iemand anders zou kunnen. En dat weet Kit ook wel, dat zij de enige is. Maar ze realiseert zich nu pas dat dat een dubbele boodschap is. Ze trekt, punt 4, steeds de liefde en trouw van Kit in twijfel. En zo organiseert ze de liefde en trouw in Kit zelf. Daardoor blijft juist Kit enorm liefdevol en trouw aan Ara. Je zou kunnen zeggen, van als dat wat evenwichtiger werd en wegviel, zou ze dan nog zoveel om haar geven. Kortom, Ara's liefde is meer macht over Kit dan liefde misschien. Hè? Ze vraagt dan ook, zesde punt, een citaat geef ik, waarom heb je niet van me gehouden zo zonder me te wantrouwen? En Kit antwoordt dan heel eerlijk, omdat je dan niet van me gehouden zou hebben, beest. Dat is een koosnaampje, dat is geen scheldwoord, dat is een koosnaampje. En dat is nogal wat ze zich dus realiseert. En ze zegt dan ook, ik zal nooit meer in mijn leven me zo afhankelijk maken. Ik wil niet meer dat je zoveel macht over mij hebt, maar ik wil je wel als vriendin houden en ik wil je ook mijn liefde geven. En die kun je accepteren, maar ik laat nooit meer op die manier macht over me uitoefenen. Nou, dan over macht en onmacht. Ara heeft macht over Kit, totdat Kit snapt hoe het werkt en dan aangeeft dat ze nooit meer zal toestaan dat Ara op die manier macht over haar uitoefent. De onmacht is vooral de onmacht de waarheid onder ogen te zien. Die wordt gevoed door verslavingen. Kit is verslaafd aan Ara en zolang ze de waarheid daarover niet onder ogen ziet, zolang zal ze onmachtig zijn. Maar zo gauw ze dat wel ziet, kan ze zich losmaken, wat meer losmaken. Zolang je verslaafd bent, ben je onvrij. Vrijheid is het vermogen de verleiding te weerstaan. Nou, denk terug aan die roman waarin Kit heel vaak naar het huis van Ara ging en daar echt nauwelijks welkom was en ook niet vriendelijk werd ontvangen, maar ze toch maar vooral bij Ara wilde zijn. Omdat het perspectief bij Kit ligt, een alwetend vertellersperspectief dat bij Kit ligt, is het niet duidelijk hoe bewust Ara haar macht heeft ingezet om Kit aan zich te binden. Kit denkt van wel, dat ze dat heel bewust heeft gedaan, dat het een strategie was, zegt ze zelfs. En we weten niet in hoeverre dit een bijzondere strategie is. Kit wil in haar leven emotionele onafhankelijkheid, dus dat je niemand nodig hebt. En die bereikt ze aan het slot van de roman. Ze wil de kern van de verbondenheid met Ada doorgronden en stuit dan op de factor macht. Wie heeft de macht in die relatie? Dat is Ara. En het stelt ons dus de vraag als lezer, moet je als mens zo onafhankelijk mogelijk leven? Hoe kun je dan iemand liefhebben? Want als je iemand gaat liefhebben, dan ga je je afhankelijk maken. Als je heel diep verbonden, gehecht bent met iemand, maak je je afhankelijk. En hoe hou je dan je onafhankelijkheid toch overeind? Dat is de moeilijke vraag, dat is de kern van het boek. De moeilijke vraag van iemand houden en toch de onafhankelijkheid, emotionele onafhankelijkheid, overeind houden. Kit heeft altijd het initiatief genomen en zich zo machteloos gemaakt. Ara weet dat ze toch wel komt en
Daarom schrijft Kit: macht is wel het woord waar het hier over gaat. Dus macht speelt een wezenlijke rol in menselijke relaties. En met name in liefdesrelaties. En wat ik zojuist behandeld heb, is dus de kern van het boek. Dan over lichaam en geest. Kit is degene die altijd bezig is en plezier heeft in denken en taal. En die die geest maar laat draaien. Filosoferen en schrijven doet ze. Ze heeft ook een beroep gekozen, psycholoog, filosoof. Dat daarvan natuurlijk leeft, van dat schrijven en talige. Kit is als kind al gericht op het nadenken over doordringen door middel van taal tot de kern. En ik vind wel eens dat in het eerste deel van het boek er een meisje van 10 of 12 jaar aan het woord is, terwijl je denkt, ja, kan een meisje van 10 of 12 jaar zulke ingewikkelde zaken al zo denken op die manier? Dan lijkt het iets te nadrukkelijk of die alwetende verteller eigenlijk in die verhaalfiguur zit en voor haar denkt. Want een kind van 10 jaar, nou, die denkt sommige dingen die in dat eerste deel staan echt niet. Waarom denk je na? Je denkt na om gelukkig te zijn en je verlangens te bevredigen naar inzicht. En daarbij gaat het bij Kit om kennis van zichzelf. Dus ze wil niet alleen weten hoe het met Ara is, maar ook iets over zichzelf leren. Daarom kun je ook lezen leuk vinden. Hè? Dat is misschien ook een pleidooi voor literatuuronderwijs. Omdat je dan, als je het goed doet en de goede boeken kiest, al heel jong over jezelf leert. Dat je met die andere wereld geconfronteerd wordt. Soms passen die volwassen inzichten dus niet helemaal bij de leeftijd. Toch kun je volgens Kit niet helemaal alleen tot inzicht van jezelf komen. Daar heb je namelijk anderen voor nodig. En in dit geval is het Ara die iets van Kit weet wat Kit niet van zichzelf weet en omgekeerd. Wat het lichaam betreft, de vriendschap is lichamelijk. Ze raken elkaar aan, met name raakt Ara Kit aan. Op de lagere school slingert ze zich al rond haar heupen, springt ze haar op de rug. Ze maakt ook een bloedbroederschap met Ara, die Kit, en ze drukken dan de toppen van de wijsvingers tegen elkaar aan, waarmee ze het bloed hebben vermengd, als een soort ritueel. Maar er is dit citaat: zij hadden kennis over mij die ik niet over. Zij had kennis over mij die ik niet over mezelf had, en ik had kennis van haar die zij niet over zichzelf had. Je hebt met andere woorden, het is nu eenmaal ook de ontoereikende van kennis, is dat je, als je kennis over jezelf wil hebben, altijd zit met het punt dat je jezelf niet op de rug kunt zien, figuurlijk gesproken. Dus je kunt niet alles over jezelf weten. Je hebt de feedback van anderen, van vrienden nodig om te weten, oh, zo zit ik in elkaar, zo ben ik. Ara's lichaam biedt Kit rust. Haar strelingen en aanrakingen zijn in die zin dus uniek. Dat kan niemand anders. Vriendjes wil Kit liever niet aanraken en niet aangeraakt worden, maar Ara wel. Een uitzondering is Thomas. Maar met hem maakt Kit het op een gegeven moment ook uit. Kennis en onwetendheid. Doel van Kit is het in het leven is inzicht te krijgen over de aard van de vriendschap met Ara en zo over zichzelf. Alles wat we over Ara weten komt via de ogen van de alwetende verteller en is dus vanuit Kits perspectief. In die zin blijft Ara ten dele voor ons ook een Barbara, een vreemde, een buitenstaande. We weten niet precies wat er in haar omgaat. Kit wil de kern van de vriendschap met Ara kennen, weten, doorgronden, want dan doorgrondt ze ook zichzelf. Dat komt omdat ze denken en taal boeiend vindt. Anderzijds omdat ze zo kwetsbaar is, omdat ze zich zo snel hecht. En daarom wil ze weten, hoe zit ik in elkaar? Wat kan ik daaraan doen? Door contact met anderen en daardoor alleen kom je te weten over liefde, respect, bewondering, betekenis, macht en onmacht. Dus als jij iets wil weten over
Liefde, respect, bewondering, betekenis, macht, onmacht, schuld, die grote dingen die in het boek voorkomen, dan heb je de ander nodig. Je kunt niet in je eentje. Daar zit dus meteen een probleem voor een deel. Als we onwetend zijn over onszelf, dan hebben we de ander toch echt nodig om tot inzicht te komen. En dan zit die nare afhankelijkheid weer ertussen. Hè? Want we willen liever ons niet uitleveren aan iemand anders, zodat we onze onafhankelijkheid kwijtraken. En iedere mens moet, zegt het boek aan het eind, dat probleem op zijn eigen manier oplossen. En er is geen recept voor. Over verslaving en vrij zijn. Vrij zijn van die verslaving. Dat vind ik het minst sterke deel van het boek. Dat laatste hoofdstuk is dat essayistische hoofdstuk waar ze een heleboel over hoop haalt, de schrijfster. Maar daar vind ik Connie Palmer niet op haar sterkst. En zeker niet als het om verslaving gaat. Kit is verslaafd aan ARA en later aan de alcohol. ARA is verslaafd aan eten. Dus ze hebben allebei een verslaving. Verslavingen, zegt ze, voeden het onvermogen om de waarheid onder ogen te zien. Bakermat van de verslaving is het verlangen naar de enige ene. Ze heeft in haar liefde voor ARA zelf bewust voor de verslaving aan ARA gekozen. Ik ben jouw lot, zegt ARA op een gegeven moment. En dan zegt ze, ja, dat is wel zo, maar je bent mijn verkozen lot. Ik heb daar zelf voor gekozen. En als ze inziet hoe het in elkaar zit, desondanks dan, ondanks die machtskwestie, wil ze toch vriendin blijven met en haar liefde aan ARA geven. Iemand die te veel drinkt, benevelt zijn geest om de controle van het lichaam te verliezen. Dat is moeilijk te begrijpen. Kit wil de motieven van de verslaving doorgronden en dat dan verbinden met vriendschap. En over dat onderwerp gaat dan ook het proefschrift dat ze gaat schrijven aan de universiteit waar ze werkt. Alle verslavingen zijn pogingen het verlangen naar vriendschap zelf te vervullen. Nou, dat lijkt me eerlijk gezegd wel wat vergezocht. Of nou alle verslavingen echt een verlangen naar vriendschap inhouden, dat je het daarom doet, nee, dat betwijfel ik. Dus zonder iemand nodig te hebben, wil je dat dan doen als je drinkt? Hè? Dan wil je je emotionele onafhankelijkheid bewaren. Pogingen tot emotionele onafhankelijkheid dus, maar dat zijn mislukte pogingen, want de nadelen van verslaving zijn natuurlijk veel te groot. Maar het zijn allemaal pogingen, zegt de schrijfster, om het verlangen naar vriendschap te vervullen. Een verslaafde denkt dus dat hij dat wel alleen kan, dat hij er geen echte vriend voor nodig heeft, maar daar klopt helemaal niks van. Daar komt het eigenlijk op neer, hij moet dat inzien. Dan kan hij van die verslaving afkomen. Verslavingen, zegt ze, binden je aan je gemis. En dat maakt ze zo tragisch. En je gemis is die goede vriend of die goede vriendin. Nou, een beetje vergezocht vond ik. Volgens mij is de double bind theorie, die heb ik uitgebreid uitgelegd, in de vriendschap het eigenlijke thema van het werk. Met daaromheen de motieven als schuld en onschuld, macht en machteloosheid, daar heb ik het een en ander over gezegd, kennis en onwetendheid, daar heb ik ook over gepraat, afhankelijkheid en onafhankelijkheid, uitgebreid over gehad, dat de kern van het boek ook is, met die double bind theorie en verslavingen. Nou, er valt heel wat te zeggen over dit boek. Je moet je ook niet al te druk maken over het laatste essayistische hoofdstuk als je daar niet alles even goed kan volgen. Want ik vond een recensent die zelfs vond dat hij, dat die
zei van ja, er zijn allemaal troebele diepzinnigheden, of allemaal, maar er zijn een aantal troebele diepzinnigheden waar ik verder niks mee kon, zegt die recensent. Dus als dat voor jou geldt, hoef je je daar niet al te druk over te maken. Ik denk wanneer je die double bind theorie goed in de gaten houdt en de rest van mijn video tot je neemt, dat je dan op het tentamen of in je werkstuk een prima figuur slaat. En zo niet, dan moet die leraar van je dat boek zelf maar eens lezen en jou maar eens uitleggen wat die andere ideeën dan zijn. Zo, dat was het weer voor vandaag. Als je er wat aan had, dan vind ik het altijd leuk als je mijn video liked. Kijk op mijn kanaal, blijf me volgen, ook na de vakantie. Want dan staan er nog weer andere boeken op. Ik wens je een fijne dag.